Prinses Astrid die is al een hele tijd bezig met armoedebestrijdingen. En met staatssecretaris Koelaar trekt ze nu het hele land door. En dat bracht haar deze week in Antwerpen. In het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten in Antwerpen opent Astrid Wereldbeeld. Een fototentoonstelling met werk van Koen Broos, Zaza Bertrand en Lieve Blankaert. Ik ben Lieve Blankaert. Ah, dag mevrouw. Ik ben daar blij om. De foto's tonen mensen die werken bij Levanto. Een organisatie die mensen met minder kansen een zetje wil geven in het arbeidscircuit. Lieve Blankaert fotografeerde hen op hun zondags. Een originele aanpak, vindt Astrid. En dat zegt ze niet zomaar. Ik heb het gevoel dat ze daar echt wel een oprechte interesse in heeft. Ze vertelde mij ook nog net, en dat vond ik wel grappig, ze zei ik had twee dromen in mijn leven. Ik wou ofwel geneeskunde studeren ofwel fotograaf worden. Dus fotografie is iets dat mij altijd heeft geboeid, waarop ik haar heb uitgenodigd om een volgende keer met mij op missie te gaan. En ik zal haar een beetje lesgeven en een beetje de weg tonen in de fotografie. Misschien klikt het wel tussen ons, wie weet, ja. Voor de opening van de tentoonstelling bezocht Astrid het opleidingscentrum van Levanto. Wij zijn een sociaal onderneming actief in Antwerpen en Mechelen. En ons belangrijkste opdracht bestaat er eigenlijk uit om werkzoekenden te activeren naar werk. Levanto geeft opleidingen zoals fietshersteller of logistiek medewerker voor ziekenhuizen of bouwvakker. Ontelbaar veel mensen vonden op die manier een baan, zegt een opleider. Ik zal het zo zeggen, als ik in de stad wandel, dan zwaaien mensen dan. Dat is eigenlijk de appreciatie van je job. En de voldoening, ja. Mijn ouders zijn naar hier gekomen. Heel hard gewerkt. Geen taal, konden geen taal. Ik moest als kind al brieven lezen. Van de belastingen, van de verzekering. Hè. Ja, om je ouders te helpen. Ja. Prinses Astrid bezocht tot slot ook het Spoor. Dat is een wijkgezondheidscentrum in Borgerhout. Mensen krijgen er geneeskundige zorg tegen een minimale vergoeding. Vorig jaar kreeg het Spoor de federale prijs voor armoedebestrijding van koning Albert.